Welkom, mijn naam is Joep Theuwissen van Workflow. En ik mag jullie vandaag samen met mijn collega Kevin Visser een webinar geven over het vinden van de juiste kandidaat voor jouw vacature. Mochten er gedurende dit webinar vragen ontstaan, dan stel ze gerust in de chat en mijn team probeert ze meteen te beantwoorden. Dan wil ik graag beginnen met het webinar inhoudelijk. Allereerst, voor wie is dit webinar bedoeld? Het meest interessante is het voor zowel bedrijven met een vooral directe werkgevers, als ook bedrijven die in de basis hun geld verdienen met het maken van de match tussen de kandidaat en de aanvraag. Zij het commercieel, zij het een interne vacature. Wat zijn dan onderliggende vraagstukken die er spelen? Dat zit eigenlijk altijd op het vlak van talent management of van recruitment. Of het zit een niveautje dieper op het hoe we deze twee hoofdvraagstukken kunnen vormgeven. Denk bijvoorbeeld aan losse recruitment applicaties of verschillende Excelletjes die nog door de organisatie zweven ter ondersteuning van het proces. Spelen dit soort dingen, dan kan dit een mooie toevoeging zijn. Even kijken naar de huidige situatie. We komen bij veel klanten in de praktijk tegen dat er een aparte recruitment applicatie naast AFAS draait. En dat brengt een aantal problemen met zich mee. Zoals dubbele vastlegging, dubbel onderhoud van applicaties en dergelijke. Maar in essentie mist er eigenlijk één onderdeel waardoor dat deze applicaties aangeschaft worden. En dat missende onderdeel, dat is een stuk intelligentie om zowel de cv's als de aanvragen, om die te kunnen begrijpen en om die te kunnen doorzoeken. Nou, precies dat is wat Workflow toevoegt aan de ondersteuning, aan de procesondersteuning vanuit AFAS. Hoe hebben we dat gedaan? Dat is door het beste wat er op dit moment te koop is op het vlak van semantisch zoeken door de verschillende databases te integreren in AFAS, in Insight. De software van TextKernel gebruiken we daarvoor en het semantisch zoeken, dat helpt eigenlijk het op een Google-achtige manier cv's en aanvragen kunnen begrijpen en daardoor in te kunnen zoeken. Mooi voorbeeldje daarbij is bijvoorbeeld op het moment dat je op zoek bent naar een software developer die bijvoorbeeld de taal Java beheerst. Je tikt de zoekterm Java in. Daarbij waarschijnlijk niet op zoek naar mensen die een keer op vakantie zijn geweest naar Indonesië. Ja, moderne software die begrijpt dat gewoon en die helpt je als recruiter of als HR-persoon enorm om deze vertaling reeds te doen. Dit is wat Workflow toevoegt aan AFAS. Het beste wat er momenteel te koop is, naadloos geïntegreerd in AFAS. Workflow is dan ook geen losstaand pakket of een applicatie die je ook los van AFAS zou kunnen kopen. Workflow is volledig ontwikkeld als aanvulling op AFAS. Dus wat kan het? Goed aansluiten op het processtuk van AFAS, waarbij het kandidatenbeheer, maar of eigenlijk het databasebeheer in brede zin, dus zowel aan kandidatenkant als aan opdrachten of aan vacaturekant, volledig vanuit AFAS georganiseerd wordt. Waardoor je als HR of als recruiter in staat gesteld wordt om zo goed mogelijk, zo snel mogelijk de beste kandidaten voor jouw uitdaging uit die grote database aan mogelijkheden te vissen. Het grote voordeel daarvan is dat alles in die ene database zit, dus dat het onderhoud ook enkel op de AFAS database noodzakelijk is. En dit gaat enorme voordelen in de bredere bedrijfsvorming kiezen. Tot zover de algemene introductie. Kevin, mag ik jou vragen om ons een slag dieper mee de techniek in te nemen hoe dat er dan precies uitziet? Dankjewel Joep, mijn naam is Kevin Visser en ik wil jullie graag meenemen vandaag in de praktijk van Workflow. Nou, allereerst wil ik graag benadrukken dat we altijd in de herkenbare omgeving van Insight zullen gaan werken. Dus de omgeving waar medewerkers al inloggen om uren te boeken en waar al je andere bedrijfsprocessen in vastgelegd zijn. Dus bijvoorbeeld je CRM-administratie, maar ook je projectadministratie. Workflow is zo'n standaard oplossing. AFAS is het enige pakket waar we mee koppelen. Dat we altijd naadloos geïntegreerd zijn op AFAS. Het is dus een 1-op-1 koppeling. Zonder dat er allerlei maatwerk voor nodig is. Nou, het is dus ook nooit nodig om een tweede applicatie op te starten of om opnieuw in te loggen. Je blijft altijd geïntegreerd werken in één en dezelfde omgeving. Nou, wat zijn dan de grondbeginselen van Workflow? Waar maken we nou gebruik van qua onderdelen? Dat zijn drie zaken.
Allereerst hebben we een vakante functie die moet worden vervuld. En om aan die functie koppelen we vervolgens een functieprofiel in het dossier. Dus dat is een vacatureomschrijving of een functieomschrijving in Word of PDF vorm, waar TextKernel vervolgens doorheen kan zoeken om er doorheen te scannen, de juiste zoekquery te genereren, zodat je dat vervolgens kan gebruiken om de juiste kandidaten hierbij te vinden. Nou, dat brengt me gelijk bij het tweede onderdeel, dat zijn de kandidaten. Kandidaten worden al geregistreerd in CRM in AVAS. En om die te verrijken met de juiste data voegen we een cv toe in een dossier. En ook daar kan TextKernel doorheen zoeken om de juiste kandidaat met de meest geschikte aanvraag te matchen. Nou, dat brengt me gelijk bij het derde onderdeel, dat is de match. Dat is de plek waar alles samenkomt. Dus de combinatie van de functie en de aanvraag en de kandidaat. En daar starten we het matchingsproces mee. En dat matchingsproces dat moet je eigenlijk zien als de ATS-kant van Workflow. En dat biedt de flexibiliteit om je eigen proces verder in te richten, zodat we uiteindelijk naar een project toe kunnen werken. Nou, als we dat dan in een proceskaart uitbeelden, dan ziet dat er als volgt uit. Dus we hebben aan de ene kant hebben we een functie die moet worden opgevuld. En daar stoppen we een functieprofiel in het dossier bij. We hebben kandidaten die in CRM staan. Daar stoppen we een cv bij. En daarnaast kunnen we ook nog door een aantal externe bronnen heen zoeken. En dat gaan jullie ook zo zien. Dan gaan we de zoektechniek van TextKernel gebruiken om kandidaten te vinden. Uiteindelijk ontstaat er een shortlist met kandidaten uit. En vervolgens starten we vanuit de zoektechniek van TextKernel de matchprocessen op. Het kunnen er één of meerdere zijn. En dan keren we terug naar AVAS, de AVAS-standaard, om je verdere ATS-proces bij te werken. Nou, ik wil jullie graag nu in de demo-omgeving laten zien hoe dat dan werkt in de praktijk. Nou, dan zijn we hier in de demo-omgeving, onze demo-insight. En hopelijk is het herkenbaar als zijnde insight. Dat is verder de AVAS-standaard. En in het menu hierboven zien we een knopje met TextKernel. Nou, deze knop ben je vrij om te hernoemen naar wat je wil, mocht dat nodig zijn. Op het moment dat ik hierop klik, dan opent zich vervolgens de zoekinterface van TextKernel. Nou, wat misschien handig is om even te weten, is dat de data die we hier gebruiken voor deze demo, is geen echte data. Dus er zullen geen daadwerkelijke persoonsgegevens aan bod komen. Als ik dan een korte inleiding geef van de interface. Hierboven hebben we de zoekbalk. We hebben dus op een Google-achtige manier kunnen zoeken voor de techniek. Verder heb ik aan de rechterkant van het scherm al mijn kandidaten en resultaten staan. En aan de linkerkant heb ik nog een aantal filtermogelijkheden. Nou, wat verder opvalt is dat we hier bovenin twee knoppen hebben staan. Je kan zoeken naar personen of zoeken vanuit aanvragen. En wat dat inhoudt is dat ik beide kanten op kan zoeken. Dus ik kan een persoon uitkiezen en die matchen met de juiste aanvraag. Of ik kies een aanvraag en ik ga kijken welke kandidaten hier het beste bij passen. En als ik dan bij de kandidatenkant blijf, dan heb ik hier een aantal tabbladen die je kan zien. Ik heb medewerkers en ik heb personen. Wat het inhoudt, medewerkers zijn is intern personeel die al een contract hebben, een actief contract in HRM. En personen, dat is de rest. Dus dat kan kandidaten zijn, kunnen sollicitanten zijn, of het kunnen ook ZZP'ers zijn. Dus op het moment dat je een database hebt van een aantal duizend ZZP'ers, dan kan ik die zo in één keer inzichtelijk maken. Want ook daar hebben we een filtermogelijkheid voor. Dus ook kun je zo'n enorme talentpool beheersbaar maken. Nou, naast het intern zoeken bieden we ook de mogelijkheid om een stuk extern te zoeken. Een aantal applicaties die we ondersteunen. Nou, een voorbeeld hiervan is LinkedIn. Dus wij bieden een LinkedIn-integratie. En hiermee kun je door alle openbare profielen van LinkedIn heen zoeken. En hetzelfde geldt voor Monsterboard als je daar een account voor hebt. Evenals de Nationale Vacaturebank. En nog veel meer. Nou, als ik dan naar de andere kant van het systeem ga kijken. Het zoeken vanuit aanvragen. En ik klik een aanvraag open. Nou, dan zien we een aantal opties hier ontstaan. Ik kan met één druk op de knop naar de stamkaart terugkeren van die aanvraag in Insight. Ik kan het functieprofiel wat onder deze aanvraag hangt tonen. Nou, en dit is dus zo'n Word of PDF bestand dat in het dossier zit, waar ik het in de introductie even over had. En je kan zien bij de eigenschappen
dat TextKernel heel netjes dit functieprofiel heeft uitgelezen en de data hier heeft aangevuld. En dit is dus volledig automatisch gegenereerd. Dat hoef je niks, hier hoef je niks zelf van in te voeren. Nou, dan de derde en laatste knop, die is eigenlijk het belangrijkste, de matchknop. Op het moment dat ik deze inklik, dan zien we wisselen van tab. We gaan van aanvraag naar persoon en er wordt een query gegenereerd. Dus op het moment dat ik op match klik, dan krijg ik automatisch alle relevante zoektermen die TextKernel uit het functieprofiel heeft gezocht en gevonden. En die worden hier neergezet. Nou, hier kan ik bijvoorbeeld zien dat ik de woonplaats of de plaats waar de functie plaatsvindt kan zien. En dan kan ik de straal aanpassen rondom deze woonplaats, zodat ik mensen kan kiezen die dichtbij wonen en dus geschikter zijn voor de functie. Nou, een groot voordeel van de TextKernel zoektechniek is dat het door heel veel andere systemen ook wordt gebruikt. Het is een wereldwijd pakket. Dat heeft als voordeel dat we iets krijgen dat heet Big Data. Dus op het moment dat er heel veel mensen aan het zoeken zijn en die zijn op zoek naar een business consultant, ja, dan kan TextKernel herkennen dat er ook wel eens synoniemen voor die term worden gebruikt. Dus sommigen gebruiken business analyst of bedrijfsconsulent. En die worden automatisch meegenomen. Als ik hierop klik, dan kan ik zo nog aan of uitvinken, zodat ik zelf de controle haal over wat ik wel en niet wil zien. En wat ik ook kan doen, is ik kan mijn eigen synoniem toevoegen. Dus stel, business consultant noem ik ook wel een adviseur. Dan kan ik die erbij zetten, die wordt toegevoegd. En die zal de volgende keer, wanneer ik naar business consultant zoek, zal die automatisch meekomen. En zo heb je een zelflerend systeem dat naarmate je dit meer gebruikt, steeds beter wordt. Nou, iets anders wat ik kan doen om mijn query te verbeteren, is de weegfactor per zoekterm aanpassen. Dus ik heb hier twee opties voor hoe belangrijk het is dat business consultant in het cv voorkomt. Dus ik heb gewenst, ik heb neutraal of ik heb vereist. En als ik op vereist klik, dan zie je de term wordt geel en de lijst met resultaten wordt korter. Dus op het moment dat ik zaken verplicht maak, dan sluit ik mensen uit die hier niet aan voldoen. En zo krijg ik een steeds duidelijkere shortlist. Nou, hoe weet ik dan waarom bijvoorbeeld Herman zo hoog in de resultaten komt? Ook daar heb ik inzicht in. Ik kan namelijk met mijn muis hier overheen gaan. En dan krijg ik per zoekterm in de query met vinkjes aangegeven dat diegene hier aan voldoet. En dat kan ik ook controleren. Ik kan de kandidaat openklikken en ik zie de termen die van belang zijn dik gedrukt. En sterker nog, ik kan hier ook het cv bekijken. En zo zie ik kleur gecodeerd ten opzichte van zoekquery waar deze termen voorkomen in het cv. Nou, ik kan deze zoekquery nog zelf naar mijn eigen hand zetten. En dit kan ik onder andere doen door gebruik te maken van de filtermogelijkheden hier aan de linkerkant. We hebben geen tijd om ze allemaal door te spreken, maar ik licht er graag eentje toe. Dat is bijvoorbeeld de werkgevers. Stel, ik zoek een kandidaat met een bepaalde werkervaring bij een bepaalde werkgever. Dan kan ik deze hier genereren. Dus ik kan hier een tag cloud oproepen. Dan krijg ik alle werkgevers uit de cv's die op dit moment naar voren komen. Nou, dan kan ik er bijvoorbeeld eentje aanklikken. Deze wordt toegevoegd bij de zoekquery. En zo wordt mijn shortlist nog duidelijker, zodat ik precies weet wie ik nu moet gaan bellen. Nou, een ander onderwerp wat vaak ook heel belangrijk is, is om te weten of nou iemand beschikbaar is voor een bepaalde functie. Nou, hier hebben we een filter voor beschikbaar. Dus als ik hier aan de linkerkant kijk, dan heb ik een tabje beschikbaarheid. En ook hier kan ik kiezen, is iemand direct beschikbaar binnen een week, binnen 2 weken. Nou, dat is natuurlijk ideaal, hè? Omdat in AFAS is al een projectadministratie. Dus we weten een einddatum van een bepaalde opdracht. Dus op het moment dat je alles in één plek vastlegt, dan kan ik dat hier ook weer gebruiken. En daar zit dus ook zeker de kracht van EOP. Nou, wat ook mogelijk is, is dat als ik mijn zoekquery mooi heb gefine-tuned, dan kan ik deze ook opslaan voor de volgende keer. Dus stel, ik wil hier de volgende keer mee beginnen. Dan heb ik hier een opslaanknop. Ik kan dit heet dan een project in TextKernel, een naam geven. Dit is een webinar. Ik klik op bewaren. En nou is deze query opgeslagen. Nou, stel nou dat ik zo'n goede query heb en op dit moment komt er geen geschikte kandidaat naar voren.
Maar ik wilde wel graag van op de hoogte worden gesteld wanneer iemand zich wel aanmeldt of wanneer iemand wel in het systeem komt. Nou, dan kan dit, want ik kan namelijk een e-mail notificatie instellen. Dus als ik hier op projecten klik en ik klik op het bewerken knopje, dan kan ik hier een e-mail alert instellen, dagelijks, wekelijks of maandelijks. Dan kan ik naar een aantal e-mailadressen sturen. En daarmee heb ik ook de keuze of ik wel of niet op de hoogte wil worden gesteld, ongeacht of er nieuwe kandidaten zich hebben aangemeld. Nou, tot slot, als ik de query nogmaals genereer. Dus op dit moment kijken we vooral in het cv van de kandidaten, wie is er geschikt. Maar het is ook goed om te weten dat je ook buiten het cv om zaken kunt vastleggen om doorheen te zoeken. Dus stel, iemand heeft bepaalde projectervaring opgedaan en die wil je graag vastleggen, of ambities of hobby's die van belang zijn, dan kan ik die buiten het cv om vastleggen. Dus ik hoef niet steeds maar het cv te updaten om mijn zoekresultaten up-to-date te houden. Nou, stel, ik heb mijn query helemaal naar wens en ik wil bijvoorbeeld graag Monica voorstellen. Dan kan ik haar hier aanvinken en dan kan ik hier het matchproces starten. En dat is het derde onderdeel waar we het even over hebben gehad tijdens de proceskaart. Dus hier komt de kandidaat en de aanvraag of de functie, die komen hier samen. En dit proces kunnen we straks verder gaan oppakken in de AVAS-inrichting, wat ik jullie ga laten zien. Voordat ik dat doe, wil ik nog graag een aantal dingen toelichten. We hebben namelijk ook de mogelijkheid om bepaalde statistieken in te zien. Dus dit is een standaard dashboard wat we meeleveren. En dit geeft heel goed inzicht in hoe de zoektechniek op dit moment binnen je organisatie wordt gebruikt. Dus je krijgt bijvoorbeeld het aantal zoekacties en verfijningen per bron, het aantal medewerkers wat ik vind, het aantal personen. Ik krijg het aantal acties wat ik uitvoer op het moment dat ik een query genereer. En ik krijg per gebruiker te zien hoeveel zoekopdrachten er worden uitgevoerd. Dus dat zit er standaard bij. Nou, verder wat ook van belang is om te weten, is dat we een URL kunnen genereren. Dus op het moment, stel ik heb een openbare vacature op internet gevonden, maar die wil ik nog niet vastleggen in mijn systeem. Ik zit hier bijvoorbeeld op de AVAS website en ik kopieer deze URL naar deze vacature. Dan kan ik deze plakken in de zoekbalk van TextKernel. En wat TextKernel vervolgens doet, is die gaat naar de website toe, die scant de hele site, vindt de relevante zoektermen en genereert vervolgens een query. Nou, dit scheelt je gewoon heel veel tijd, want handmatig hoef je dit dus niet meer te doen. En zo kun je dus een hele snelle quickscan maken van bepaalde geschikte kandidaten voordat je een aanvraag in het systeem gaat vastleggen. Nou, tot slot wil ik jullie graag nog laten zien dat we ook de andere kant op kunnen zoeken. Stel, ik wil een geschikte aanvraag voor Ted Bakerman zoeken. Kan ik hier op match klikken en dan gaan we de andere kant op met ook weer een gegenereerde query. Nou, wat hierbij opvalt is dat we niet alleen interne aanvragen kunnen zoeken, maar ook extern kunnen zoeken. Dus Workflow biedt een optionele jobfeed koppeling en jobfeed geeft gewoon een heel duidelijk up-to-date inzicht in de Nederlandse arbeidsmarkt. Nou, en zo op deze manier kan je dus ook veel gerichter je sales doen. En dan komen we aan het einde van de zoektechniek demonstratie. Dan wil ik graag jullie aandacht nu vragen voor het stukje in AVAS. En hiervoor heb ik een matchportaal ingericht. En wat goed is om te weten is dat dit een voorbeeld is van hoe de inrichting in AVAS kan zijn. Dus iedereen heeft natuurlijk zijn eigen proces die hij graag in AVAS wil borgen. Maar om jullie een beeld te geven, heb ik hier een voorbeeld staan. Dus hier heb ik bijvoorbeeld een proces met 5 stappen. We hebben een voorstelronde, een eerste gesprek met de klant. Misschien geeft de kandidaat daar een stukje terugkoppeling over. Dan komt er een voorstel naar de opdrachtgever. En uiteindelijk kunnen we een project gaan aanmaken. Nou, dan pak ik bijvoorbeeld eerst de matchup die ik zojuist heb gemaakt bij Monica. En als ik deze open klik, dan komen we in de flow terecht. En zo kan ik per stap kan ik hem doorsturen. Dus ik wil nu de kandidaat voorstellen. Nou, dan klik ik hem door naar de volgende stap als dat gebeurd is. Ik heb het gesprek ingepland. Als dat gebeurd is, klik ik hem door naar het proces. Naar de volgende stap in het proces. En wat ook mogelijk is, is dat we bijvoorbeeld een screeningsdocument toevoegen.
zien, hebben we een stukje in de workflow waar we bijvoorbeeld tariefafspraken kunnen vastleggen. Of startdatum kunnen vastleggen. Of hier heb ik dat screeningsdocument. Dan kan ik bijvoorbeeld hier kan ik netjes het document pakken. Deze toevoegen als bijlage. Document. Bevestigen. En zo heb ik dus al mijn gegevens op één en dezelfde plek in AVAS. En uiteraard is dat ook weer zeker deel van de kracht van ERP. Nou, op het moment dat iemand dan in de laatste stap zit van het proces, dus om het project aan te maken, dan kan de projectadministratie daar dus een melding van krijgen. En het enige wat ze dan hoeft te doen, is de functie open te klikken. En dan heb ik vanuit Insight direct de mogelijkheid om mijn project aan te maken. En dan is de cirkel eigenlijk rond. Dus we hebben een kandidaat gehad. We hebben een functie die vervuld moest worden. Daarvan hebben we een match gemaakt. Dat hele proces is doorlopen. En nou gaan we van functie naar project. Daar kunnen vervolgens dan uren op worden geschreven. En uiteindelijk kan daar uiteindelijk de factuur uit worden gegenereerd. Nou, een vraag die we nog vaak krijgen is of het ook mogelijk is om bepaalde rapportages te bouwen met deze gegevens. En dus we leggen nu alles vast in één en hetzelfde systeem. Maar kan ik hier dan ook vervolgens op meten? En het antwoord is dat zeker kan. Dus op wie iets vastlegt, kan het uit het systeem halen. Er is alleen geen standaard voor te bedenken, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen proces. Maar uiteraard heb je zelf de flexibiliteit om in te richten hoe jij dat wil hebben. Nou, ik hoop dat ik jullie met deze demo een goede indruk heb gegeven van de mogelijkheden van Workflow. Dankjewel, Kevin. Wat we dus net gezien hebben, is een heel stuk van de integratie. Het laatste stukje wat Kevin zojuist heeft laten zien, betreft enkel een standaard AVAS-inrichting. Maar is vooral bedoeld om even een beeld te geven hoe het gehele proces eruit zou kunnen zien. Dus Workflow betreft, zoals jullie hier op de sheet ook kunnen zien, de volledige integratie van de tekstkernel-functionaliteiten in Insight. Waarbij de hele inrichting, zowel aan datakant als aan wie mag hier nou gebruik van maken, dat regel je volledig in AVAS. In de autorisatietool van AVAS, in de databasebeheer, zowel aan kandidatenkant als aan aanvragen of aan forecastkant. En daarbij is verschillende soorten informatie doorzoekbaar. Dus zowel een aantal dossier items, documenten die in het cv zitten, aangevuld met een flexibele schil aan inrichting. Van informatie die voor jullie bedrijf specifiek interessant is om mee te nemen in het zoeken. Bedankt voor het kijken naar dit webinar. Heb je nog vragen openstaan in de chat? Dan blijf even aan de lijn. Ben je getriggerd door de inhoud en wil je graag met ons in contact komen? Dan klik graag op onderstaande button. Dankjewel!